Hoe vind je het geworden? Ja, prachtig. Ja. Ja, echt heel mooi. Echt geweldig wat je er dan in de dag van weet te maken. Wij samen. Ja, nou, ik vond het leuk om mee te helpen. Ja. Super bedankt. In 12 Stekjes Groen help ik mensen die van hun bescheiden buitenruimte een groene oase willen maken. Ze weten niet waar ze moeten beginnen. Dus samen met de bewoners ga ik aan de slag om hun stekkie duurzamer, groener en comfortabeler te maken. Vandaag ga ik langs bij Bram. En Bram is kort geleden verhuisd van een huis met een tuin in een kleine stad naar Amsterdam-Osdorp. Hoe creëer je toch op een betonnen plaatsje of terrasje een echt tuingevoel? Ik heb een paar ideeën en ik ga Bram daar vandaag bij helpen. Hi Bram, ik kom voor je balkon. Hey, welkom. Dankjewel. Hey. Hey Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Welkom. Dankjewel. Ja. Goed man. Nou, ik zie eigenlijk al allemaal groen. Waar komt dat vandaan? Dat is een kersenpit die ik ooit in de grond heb gestopt. Dat heb ik in mijn vorige huis al in een pot gedaan. En deze, dat is een stekje van onze oude tuin. Daar hadden we een vijgenboom staan. En toen dacht ik, ja, maar ik wil hem eigenlijk houden. En mijn werk brengt met zich mee dat ik af en toe verhuis. Dus toen heb ik al een stekje gemaakt een paar jaar geleden. Oh ja, je dacht ik neem hem mee. Ja, ik dacht wel van als ik een keer verhuis wil ik eigenlijk wel weer die vijg meenemen. Ja, vertel, waar kan ik je mee helpen? Nou ja, we willen eigenlijk graag dat dit ook een beetje groen wordt. Hè. Het is toch ook wel veel beton hier. Hè. Ja, en verder, als we de plantjes water geven, dan moeten we altijd naar binnen met een gietertje. En vroeger hadden we altijd een regenton. Ja. Nou ja, en die regenbuis, ja, dat is natuurlijk ideaal daar in die hoek. Daar gaan we natuurlijk een mooie regenton op aansluiten. Hey, super. Ja, dus zullen we spullen gaan pakken? Ja, dat is goed. Ja. Nou, die kraan zit. Mooi. En het is natuurlijk super handig dat hij wat hoger staat. Ja. Want dan kan je er gewoon een emmertje onder zetten. Ja, het is natuurlijk hout, hè? Ja. Dus dat werkt. Dus hij is nu nog niet waterdicht. Dat wordt dus pas waterdicht als hij nat wordt. Mm-hmm. Want dan zet het allemaal uit. Als het dan weer een tijd heel lang droog is. Ja, dan moet je niet te lang droog laten staan. Oké. Want dan valt hij in duigen. Oké, dus wij moeten de regenton water geven. Ja. En we gaan natuurlijk zorgen dat hij gevuld kan worden. Ja. We boren een gaatje in de regenbuis. Mm-hmm. En er komt ook een soort van afsluitertje op dat je hem in de winter dicht kan zetten. Oh, wat goed. Dus dit vangt eigenlijk het water op. Dan stroomt al het water hier in dit kommetje en dan loopt het door die slang in de ton. Ja, precies. En als die ton dan vol is, dan staat het daar vol en dan loopt het er gewoon weer langs. Ja. De pijl staat nu omhoog, dus het water loopt gewoon door de buis naar beneden. Staat de pijl richting de ton, dan vult hij hem. Ja, ah, logisch. Ja. Nou, deze bak is gemaakt van Douglashout. Ja. Ik heb aan de binnenkant heb ik anti-worteldoek gedaan, zodat het aarde niet meteen tegen het hout aan ligt. En het is ook meteen onderin heb ik de plankjes iets verder uit elkaar gezet. Ik zie het, dan kan het water gewoon wegstromen. Ja. Ja. Ik heb er nog één gemaakt voor de andere kant. Super. Want je hebt niet je hele tuin meegenomen uit kampen. Nee, was een beetje te groot. Wel een hele mooie kerst meegenomen, hè? Ja, zeker. Ja. Nou, die planten zijn natuurlijk al best wel ver in het blad nu. Ja. Dus we moeten echt heel voorzichtig doen. We moeten echt zorgen dat die kluit heel blijft. Anders zal je zien dat die bladeren meteen gaan hangen. Hij zal niet doodgaan. Dus hoe meer er van de wortels afvalt, hoe meer ze het moeilijker vinden om weer water op te nemen. Ja. Nou, we gaan het op planten. Doen we dat. Okay. In de hoekjes even goed die aarde aandrukken, dat er ook aarde zit. Anders zit er lucht en dan droog alsnog die wortels uit. Ah ja. Nou, ik heb allemaal planten meegenomen. Ja, dat ziet er indrukwekkend uit. Ja. Mooi. Beetje fruit. Ken je deze? Nee, ik zat te kijken. Dat lijkt ook wel een soort vijg. Ja, het blad heeft er iets van weg. Ja. Alleen deze is wintergroen. Oké. Okay. Nou, ik heb wat klimmertjes meegenomen. Vaak willen mensen dat niet, omdat die hechten aan de muur. Ja. Klimmortensia doet dat. Campsus, die maken allemaal van die kunnen hechten aan de muur. Dus dat is ja, dan lastig. Krijg je van die plekjes op de muur. Ja. Ik heb allemaal klimplanten meegenomen die slingeren. Dus vooral deze. Dit is Acabia. Ja. Echt, dus je ziet al dat die, net als een boon, weet je wel, zo'n bonenplant. Hij zoekt zelf helemaal zo zijn weg. Ja.
De klimmers moeten natuurlijk kunnen klimmen. Dus we wilden meerdere draden doen, eigenlijk drie rijen. Ja. De eerste die vooraan, dan een tweede en dan ga eentje achteraan. Dus dan kan het een beetje naar elkaar toe groeien. Dat in dan de toekomst... krijgen we echt een groen plafond op een gegeven moment. Ja, ja. Gaaf. Draden zijn mooi gespannen. Ja, het ziet er goed uit. Ik heb wat dikke draad gebruikt, ook geplastificeerd. Dus dan roest het niet zo snel. Of als hij iets slapper gaat, dan kun je hem altijd nog weer aandraaien. Ja. Dus we gaan nu de klimmers er tegenaan zetten. Nou, leuk. Nou ja, planten altijd eerst een beetje de grote kluiten. Ja. Dan komt die grond ook nog weer omhoog, hè? Want die planten hebben allemaal kluiten, dat is ook volume. Ja. Dus de plant was laatst de kleine plantjes. Ja, daar ja en je kan nu een beetje zien hoe het allemaal staat. Ja. Hey, kopje koffie? Lekker, zeker. Waarom ben je naar deze plek gegaan? Ja, voor mijn werk. Ik ben predikant. En ik kon hier in Amsterdam predikant worden in een kerk, hier in Nieuw-West. En dat leek me een mooie uitdaging. En waarom ga je toch na een zoveel jaar naar een andere plek? Ja, het is een beetje, het hoort een beetje erbij. Hè, dat ook een gemeente weer eens iemand anders heeft die andere dingen zegt, andere accenten legt. Oh, ja. Dat is goed. En bevalt dat hier? Ja, ik vind het mooi. Ja? Ja. Is het heel anders dan in Kampen? Ja, de levendigheid is wel, gewoon om hier te wonen is heel anders. Al die verschillende culturen en al die verschillende mensen bij elkaar vind ik wel heel mooi. Ja. Ja. Als je met mensen in de kerk aan het werk bent, over geloof praat, ervaringen van het leven deelt, ja, dan zijn mensen ook wel, lijken mensen ook altijd op elkaar. Ja, dan komt het eigenlijk allemaal hetzelfde wel weer terug. Ja, tuurlijk. Ja. Verdriet is overal verdriet, blijdschap is overal blijdschap. Ja. In de Kampen heb je gewoond. Hoe lang heb je daar gewoond? 14 jaar heb ik daar gewoond. Had je daar ook echt een hele tuin aangelegd? Dat je... Nou ja, aangelegd in de loop van de tijd was er wel iets ontstaan. Ja. Ja. Dan mis je dat een beetje? Ja, mis ik wel. Ja. Ik was altijd van de moestuin, zeg maar. Je stopt iets in de grond en het gaat leven. Of het leeft eigenlijk al. Nou dat lukt niet iedereen, hoor. Ik heb binnen ook nog van alles staan. Ben wel even gaan kijken wat ik gezaaid heb. Moeten we daarmee kunnen? Ja, ik ben benieuwd. Nou kijk, dit zijn ze. Oh ja, top. Zelf gekweekt. Ja. Mooie planten. Nou, het voordeel van die tomaten in potten is, want dan kun je ze een beetje met de zon mee laten draaien. Dus je kan ze heel goed gaan verplaatsen. Ja. Ze maximaal zon krijgen de hele dag. En als het heel hard waait of het regent flink, dan kun je ze een beetje beschut neerzetten. Ja. Want ze houden niet van regenwater op hun blad. Wat gebeurt er dan? Ja, dan worden ze lelijk en dan gaan ze achteruit, die planten. Oh, okay. En je hebt dan gewoon minder tomaatopbrengst. Okay. Dus je kunt voor tomatenplanten maar het beste een overdekte tuin hebben? Ja, dat van hier is dat is super voor de tomaten. Ja. Nou ja, die kerst is een beetje los. Hè. Ik zag al dat de kop er een keer uitgebroken of was bevroren of iets. Ja. Maar deze moet even weer een beetje gefascineerd worden. Hij gaat toch nog niet bloeien. Dus ik zou hem compact houden, één hoofdtak creëren. Ik kan er ook voor kiezen om één tak gewoon te buigen en een beetje richting het plafond te laten groeien. Voor de rest al die hele lange scheuten wel wat meer terugsnoeien. Ja. En dan, dan doe je dat augustus, september. Ja. Nou, hoe vind je het geworden? Ja, prachtig. Ja, ja echt heel mooi.
en ik verheug me natuurlijk op wat het allemaal nog gaat worden. Want het gaat dan allemaal nog bloeien en groeien en verder komen. Vooral groeien, want we willen natuurlijk dat het omhoog gaat ook. Zeker, ja. Want we willen hier een mooie groene plafond hebben uiteindelijk. Ja, echt geweldig wat je er dan in de dag van weet te maken. Wij samen. Ja, nou, ik vond het leuk om mee te helpen. Ja. Super bedankt. Verder geen tips? Nou, in de winter ook water geven. Okay. Want er zitten ook wintergroene planten in. Ja. De ayuga, de klimopje, de fatsia. De clematis is ook nog wintergroen. Dus die verdampen wel in de winter. Het kan best wel, als het zonnetje schijnt hier, het waait niet. Het kan zomaar 15 graden zijn. En dan hebben ze toch wat water nodig. Hey, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Heel gaaf. En geniet ervan. Gaat lukken. Okay. Bram heeft zijn oude tuingevoel terug en het genieten kan beginnen. In de volgende aflevering help ik Josephine met het vergroenen van haar voortuin in een kale nieuwbouwwijk.